loket. Ik heb een houten kop en ik lees mijn gazet. Ik heb geen zin om te werken voor kakkers en gespuis. Dus ga gewoon uw bakkers en ga terug naar huis. Je bent voor mij een nummer, eentje van de vele. En wat je ervan denkt, mij kan het niet schelen. Ik hou mij aan de regels, want ik vind de regels uit. Wie mij wil enerveren, ja die stamp ik op zijn schuit. Ik ben een PD, publieke dienstverlener. Ik kan formuleren en als een hulpverlener. Ik ben een PD, publieke dienstverlener. En elke dag word ik obscener en gemener. Kijk niet in mijn richting, want het is bijna 12 uur. Je weet dat time is money en mijn tijd is duur. Vooral dan het stuk tussen nu en de noon. De tijd die ik gebruik om een klapje te doen. Een klapje met ons bieken over het hele fucking net. De upstream en de downstream en de prijs van de gazet. Vakanties in Turkije en plezier in Disneyland. Dat is misschien onpraktisch, maar het wordt niet beter, want ik ben een PT, publieke dienstverlener. Ik kan formulieren als een hulpverlener. Ik ben een PT, publieke dienstverlener. En elke dag word ik obscener en gemener. De woensterus vertragen en mensen irriteren. De enige manier waarop ik kan functioneren. En zelfs dat functioneren, neem dat met een korrel zout. Want alles wat ik doe, doe ik garantie ook fout. Ik ben een rotverwende kleuter en een echte zageman. Dus kom mij enkel storen als het echt niet anders kan. Ik gedraag me als een eikel, op de dwaas en ambetant. In mijn eigen keizerrijk bij de burgerlijke stand. Ik ben een PT, publieke dienstverlener. Ik kan formuleren als een hulpverlener. Ik ben een PT, publieke dienstverlener. En elke dag word ik obscener en gemener. Gast, ook al ben je dan bejaard. Om 10 uur drink ik koffie met een koek of een stuk taart. En vandaag is het extra goeie, want vandaag is het 11 maart. Die van welzijn poept een bakker en ze is zaterdag verjaard. Wat betreft uw aanvraag voor uw fucking rijbewijs, steek het in uw anus, ga maar met de trein op reis. En durf me niet te bellen, want dan zucht ik en ik blaas. Ik ben